Ik zag er in die 501. Op Insta is Bilal Wahib hartstikke populair. Duizenden volgers keken dan ook hoe hij gisteren samen met Oussama Ahemoud live ging om wat te geinen met fans. Ik geef alleen maar wat jullie willen, jullie een vraag. De twee zijn bekend van de serie Mokro Mafia en deden dit seizoen samen mee aan het tv-programma Hunted for Vips. Bij de meeste kinderen is Bilal ook bekend als presentator van het ZEP-programma Teenage Boss. En als rapper. Met het nummer Tigers scoorde hij zijn eerste nummer 1 hit. Bekende mannen dus. En dus is het voor veel kinderen een grote eer als je even mee mag doen in zo'n live sessie op Insta. Maar gisteravond gebeurde daar iets waar veel mensen boos over zijn. En wat volgens de politie zelfs hartstikke verboden en strafbaar is. De echte beelden laten we niet zien. Maar dit is hoe het ging toen Bilal en Oussama een jongen uitnodigden tijdens het live gaan. Bilal zegt, als jij je piemel nu kan laten zien, krijg je 17.000 euro. Stuur je bankrekeningnummer maar, dan maak ik het geld naar je over. De jongen zegt, ik heb geen bankrekening. Oussama roept nog, hij is minderjarig. Dat betekent dat hij niet volwassen is. Bilal gaat door en zegt, ik geef het je contant, 17.000 euro als jij je piemel kan laten zien. De jongen telt af. 3, 2, 1 en doet het. Daarna lachen de acteurs hem uit. Het was een grap, zeggen ze, en de jongen krijgt helemaal geen geld. Ja, twee volwassen mannen die aan een kind vragen om zijn piemel te laten zien en beelden daarvan live uitzenden. Bij NPO ZEP en de omroep BNNVARA vinden ze het onacceptabel. Teenage Boss zal niet meer op tv of online te zien zijn. Ook Top Notch, het platenlabel van Wahib, zegt... We keuren zijn gedrag ten strengste af. Ze willen geen muziek meer met hem maken. En de politie is dus ingeschakeld. Bilal is aangehouden en zit vast. Hij wordt door agenten verhoord. We hebben de hele dag geprobeerd contact te krijgen met het management van Bilal... om te horen wat hij hierover wilde zeggen. Maar ze namen de telefoon niet op en al onze berichten werden niet beantwoord. De Insta van Bilal en Oussama zijn verwijderd. En pas aan het einde van de dag vertelde de advocaat van Bilal er wel iets over. Zij zegt dat Bilal heel veel spijt heeft van deze enorme fout. Het was een misplaatste grap, zei hij. Over de jongen die zich liet overhalen weten we niets. We hopen dat het goed met hem gaat. Het is volgens deskundigen heel belangrijk om te weten dat dit alle kinderen kan overkomen. Iedereen kan online uitgedaagd worden. En dan... zonder er goed bij na te denken, iets van jezelf laten zien... waar je later heel veel spijt van kunt krijgen. Samir Keuliers is onderzoeker en helpt kinderen... die van zichzelf naaktfoto's of filmpjes online hebben gezet. Hij heeft de beelden van de Insta Live ook gezien. Je schrikt er heel erg van. Hè? Je ziet twee toch bekende Nederlanders tegenover een kind. Waar het kind wordt uitgedaagd om zijn geslachtsdeel te laten zien. Dat is gewoon heel erg triest, allereerst voor het kind. Volgens Keuliers en ook andere deskundigen is het helemaal niet gek of stom dat de jongen zijn piemel heeft laten zien. Het is juist heel begrijpelijk, vindt hij. Als je op je slaapkamer of in je eigen huis aan het livestreamen bent met een van je idolen... en dan word je zo onder druk gezet. Ja, als kind vind je dan is het lastig om alle gevolgen te overzien. Daarom mag je dit een kind ook nooit vragen. Daarbij kan een kind in een livestream het gevoel hebben dat het vertrouwd voelt. En ook een beetje vergeten dat er zoveel mensen meekijken. Je zit niet in een zaal waar duizenden mensen meekijken. Dan zou je het waarschijnlijk nooit hebben gedaan. Maar hier, omdat je nu te maken hebt met twee bekende Nederlanders... die je toch ook wel moet kunnen vertrouwen... overkomt je dit eigenlijk als kind. Kinderen die naaktbeelden van zichzelf maken en sturen aan volwassenen voelen zich vaak schuldig. Maar dat is volgens deskundigen niet terecht. De enigen die fout zijn, zijn de volwassenen. Ook al vragen ze het voor de grap. Je bent volwassen, dus je moet gewoon ook zulke dingen kunnen overzien. Dus of het nu per ongeluk was of een grap, dat doet er niet toe. Het gaat hier om kinderen en kinderen moeten beschermd worden tegen deze praktijken. Van de livestream zijn veel filmpjes gemaakt die worden gedeeld. Dat moet meteen stoppen, vindt Keuliers. Want het gaat hier om een slachtoffer. Niet zomaar een grap die uit de hand gelopen is. Maar ook het doorsturen van zulke beelden is strafbaar.